Oké, we zijn hier bij de opening van Vodafone Ziggo Pand. En dat is werkelijk ongelooflijk hier in Utrecht. Ziet er waanzinnig uit. En er komt hier een hele mooie show. En dan kom je meteen gewoon alle belangrijke mensen van Nederland kom je hier tegen. Diederik, wat doe jij nog bij Vodafone Ziggo? Ik zit namens Liberty Global in de Raad van Commissarissen van Vodafone Ziggo. Vanaf het moment dat ze UPC is samengevoegd met Ziggo en nu Ziggo weer met Vodafone. Hoe vind je dat ze het doen? Op dit moment eigenlijk wel goed. Ja, het is natuurlijk heel wat met twee merknamen, twee bedrijven die elkaar niet kennen. Er moet veel gebeuren. Dat heb jij gedaan met UPC en Ziggo. Jij weet dat hoe dat werkt. Ja, maar dat waren twee kabelaars. Dit is dan een mobiel bedrijf. Toch iets ander DNA met een kabelaar. Maar het gaat eigenlijk uitstekend. Ja. Want jij zat met allemaal rampzalen toen jij met UPC vreselijk veel klachten. Iedereen wou je uit Amsterdam gooien en je hebt de reputatie helemaal opgebouwd. Toen samen gegaan met het Ziggo gebeuren. Ja. En eigenlijk doen deze twee bedrijven hebben eigenlijk geen grote problemen. Nou, hebben weer hun eigen problemen. Ja. Maar ook marktmogelijkheden. Ze hebben mooie producten, hele goede mensen. Ja. En wat dat betreft is het een mooie combinatie. Emmanuel, jij bent wat doe jij hoofd corporate relaties? Ja, corporate relaties voor Liberty, voor de aandeelhouder. Ja. En jij bent met UPC, dit hele zaakje heb jij gedaan, zeg maar. Hoe is de sfeer nu daar binnen? Heel goed, heel goed. Hè. Ik heb al die jaren voor UPC gelobbyd ook in Brussel. En dat doe ik eigenlijk nog steeds. Ik help Vodafone Ziggo nog steeds daarmee. En ze doen het erg goed. Kijk, de klanten vinden het mooie producten. Dus als er weinig te klagen valt, dan heb je ook minder politieke problemen. Maar ja, want ik krijg als ik alles gewoon koop bij jullie, dan krijg ik een waanzinnig entertainmentpakket, hè? Ja, precies. En dat is eigenlijk wat je nu in heel Europa ziet, hè? Eigenlijk alle grote bedrijven, alle grote telecombedrijven doen dat. Geven je gewoon alles tegelijkertijd. En daar gaat de hele wereld naartoe. Jouw grote lobby-subject nu is 5G? Frequenties, ook een beetje kabeltoegang nog steeds. Ook wel heel erg privacy. Want daar al onze bedrijven moeten daar toch enorm op zich opnieuw inrichten. Ja. En er ligt ook nieuwe wetgeving voor in Brussel. Waar voor telecombedrijven, specifiek privacy voor telecombedrijven. Dat is eigenlijk een van onze grote thema's nu. Maar de 5G, daar zitten we ook wel een beetje op te wachten. Ja, nou kijk, al die overheden die willen natuurlijk heel veel geld uit die markt trekken weer. Door die nieuwe frequenties te veilen. En dan even ons een paar euro per maand erbij te doen. Weet je dat nog, Diederik, gewoon van die discussie die je altijd had met die toezichthouders en dat je voor veilingen moest betalen en dat soort zaken. Van, was jij nou blij met deze combinatie dat je dacht van nou, die kunnen dat wel aan, dat soort discussies? En je bedoelt de combinatie van deze twee bedrijven? Ja, dat ze die toezichthouders wel aankunnen, dat ze dat proces wel door kunnen. Nou, toezichthouder aankunnen. Je moet met ze werken en je hebt elkaar nodig. En zeker als het gaat om de mobiele veilingen, die zijn er nog steeds. Dus dat is nog steeds een dossier voor ons. Ja, er wordt behoorlijk wat geld uitgehaald, hè? Ja, zeker. En dan moet je steeds beter kijken, wat doe je op zo'n veiling met het spectrum? Wat kun je ermee doen? Dat is niet makkelijker geworden dan het was, hoor. Nee, maar 5G wordt wel echt bijzonder. Gewoon factor 1000 keer meer bandbreedte en veel meer mensen, veel meer IoT en dat soort dingen. Wat vind je lastiger? Nou, het is wel lastig. Kijk, hoe meer geld je met zo'n veiling uit die markt haalt, ja, hoe minder je kan investeren in het netwerk zelf. En dat is dat mechanisme, dat moeten heel veel heel veel gelobbyd worden om dat te vertellen. Wat was jouw grootste probleem bij de Raad van Commissarissen? Dat je denkt, wauw, dat was een moeilijk besluit. Allermoeilijkste besluit hebben we misschien hopelijk nog niet gehad. Tot nu toe gaat het heel goed, ook de samenwerking op het moederniveau. Dus nee, als het zo doorgaat, moet ik zeggen dat de besluiten nog redelijk manageable zijn. Dankjewel. We gaan zo naar de burgemeester kijken wat hij voor een show. Die gaat hem openen, kijken wat ze hiervoor als Vodafone Ziggo hebben gedaan voor de burgers van Utrecht.